Twee van onze Njamchefs maken voor jou hun lekkerste soep klaar. Dag Niros mag als eerste met de soeplepel zwaaien. Ik neem jullie eventjes mee naar IJsland, want ik ga nu echt IJslandse kjötsoepen maken. En het is eigenlijk gewoon een vleessoep. Een soep met vlees en groenten. We beginnen met de vlees. Zie, ik heb hier een bord. Ik denk dat het een boerenworst is. Chipolade. Je kan elke worst gebruiken als je wil. Ik doe altijd gewoon als ik iets in de ijskast heb. Hier heb ik soepfles. Typisch Belgisch, denk ik. In IJsland gebruiken we meestal lamschouwers. Maar ik had er vandaag zin in om met soepfles te werken. Deze soepfles is redelijk goed van vet. Als die heel veel vet is, dan raad ik jullie aan een beetje van de vet af te snijden. Klein beetje olie. We gaan die klein beetje bruinen. Dit is eigenlijk een soep, natuurlijk. Ja, dat is een volledige maaltijdsoep natuurlijk. En dat is niet zo belangrijk hoeveel van de worsten en hoeveel van de soep het is. Ik maak altijd een hele grote pot thuis en wij eten dat eigenlijk voor 3 dagen. Zout en peper. En gewoon omdraaien. Deze soep is iets dat heel lang mag pruttelen. Dus je kan dat eigenlijk rond de middag beginnen te maken en dat mag gewoon lang pruttelen. Want hoe langer dat inkookt, hoe lekkerder de soep is, vind ik persoonlijk. En de leuke als de soep is, is omdat de been aanhangt en dan geeft extra goede smaak aan de bouillon. Beetje van bouillon overdoen. Ik doe hier gewoon zachte kippenbouillon, omdat dat is veel, dat komt van het vlees zelf. Zeg je, dat is niet noodzakelijk bouillon zelf te gebruiken, ik kan ook gewoon water. Maar ik vind dat toch altijd een beetje tinkeltje lekkerder. We laten dat gewoon eventjes zutteren, mag rustig koken. En dan hebben we tijd voor onze groenten te snijden. Ik heb hier een sortiment van groenten dat ik lekker vind in de soep. Maar als je iets anders wil, dat is ook geen probleem. Dat zal ook lekker zijn. Ik ga beginnen met een prei. In IJsland, als ik klein was, dan waren er niet zoveel assortimenten van groenten. Dus dat was eigenlijk gewoon wortels, aardappel. Maar nu kan je van alles kopen, en zeker hier in België. En dan vind ik leuk om extra koolruip en rapen toe te voegen. Ik kan dat eventjes wassen. Gewoon snijden. Als ik deze soep eet, dan geeft me altijd jeugdherinneringen. Zo iedereen aan tafel, meestal aan vechten voor de vlees, want iedereen wou het grootste stuk vlees hebben. En de volgende dag zo uitskrapen uit de pot. Deze soep, dat is echt van de boeren. Dat is niet zo fijn gesneden. Dat is gewoon ja, goede bijt. En het belangrijkste is gewoon dat er veel groenten is. Een paar wortels en dan gooien we gewoon alles in. Ook van de prei. Mijn lievelingsgroente in deze soep is de groene kool. Het is heel lekker, kan ik gewoon zo zeggen. En dus daarom doe ik altijd een beetje veel. De eerste bladjes even wegdoen. En gewoon allemaal in doen. Dan mag dat voor 20 minuten, 30 minuten gewoon goed inkoken. Ik heb hier thyme en laurier. Gewoon induwen voor een beetje smaak. En een beetje marjolein. Zo. Laten wij dat zeker koken en ik werk aan de andere groenten. Zeker volledige gouden raap. Ik ga ook een stukje van de koolruip gebruiken. Aardappelen. Ik ga een klein beetje bladpeterselie.
hebben we alle onze groenten. Het heeft ongeveer 20, 30 minuten opgestaan, gekookt. En dan gaan wij de rest van onze producten inzetten. Zie, ik heb hier havermout, maar rijst is ook even goed. Zo'n half kopje, een deciliter of zo. En ik heb hier een grof havermout. En dan de rest van de groenten daarin. De laatste ingrediënt voor de soep, de worst. Heel belangrijk. Die worst, daar is altijd een beetje vecht over de worst, dus doen we dat gewoon in grote stukken en een beetje verder garen. Je ziet ook in de soep dat door die havermout is de soep een beetje dikker geworden. De bedoeling met de havermout is eigenlijk om de soep nog meer maaltijd van te maken. Dat wordt je, dat vult meer. Voilà. Oké. Okay. Nu is alles in de soep. Laten we het gewoon verder garen. Kijk eens hier, al dat vlees echt uit elkaar vallen. Zo moet het zijn. Yummy. Dit is mijn lieveling. Ze zien de been hier. Dat is echt het beste stuk van de soep. Dan zuig je zo uit, achteraf. Voilà. Maaltijd voor Vikings. Een echte vleessoep of kjötsoep vanuit IJsland. Bon appetit. Dat ziet er overheerlijk uit. En we hadden jou nog meer soep beloofd. Die krijg je van Roger van Damme. Een soep waar ik zelf helemaal weg van ben. Knolselder in combinatie met peterseliewortel. Twee van die knolgroenten die vol smaak zitten, vol aroma's in zitten en waar we een lekkere stevige soep kunnen van maken. Knolselder kunnen we stomen van tevoren in de oven. We kunnen hem zelfs in aluminiumfolie pakken en in de oven doen. We kunnen ook met die knolselder een zoutkorst er rond doen, zodat die mooie zoutkorst erin zit. Nou, eigenlijk verschillende manieren om die knolselder te doen. Hoe gaan wij onze soep maken? Eigenlijk heel simpel. We gaan melk nemen, ja, melk. Dus geen water. We gaan melk nemen en daar gaan we onze knolselder in opzetten, samen met die peterseliewortel. De schil, die ga ik er wel afhalen. Knolselder is een soort knol die eigenlijk echt een mooie diepe smaak heeft. Hè. Er zit een mooie zoute smaak in. En combineert eigenlijk met alles. Hè. Gebakken zwezerikjes. In het wildseizoen is het een heel mooie groente waar je veel mee kunt doen. En in de zomer kun je er een heerlijke, lekkere salade van maken. Een Waldorfsalade met een Granny Smith appeltje erbij. Klein beetje aardappeltjes in combinatie met dat. Handgepelde garnaaltjes erbij. Knolselder voor mij een heel jaar door perfecte groente om mee te werken. Kleine stukken snijden. Hoe groter de stukken, hoe langer je moet wachten tot ze gaar zijn. Het laatste stukje, dat is voor mij. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. Knolselder gaan we gaar maken in onze melk. Klein beetje kippenbouillon bij doen. Die lekkere smaak. Ik gebruik zelfs soms wel eens een kippenbouillonblokje. Een heel klein beetje van die kippenbouillonblokje doe ik erin. Heeft gelijk weer wat power. Maar helemaal niet tegen die kippenbouillonblokjes. Gewoon puur omdat dat zo'n net extra smaakje geeft. Nou, onze fond wordt eigenlijk onze melk met de kippenbouillon. De aroma die de knolselder heeft, dat gaat ook in die melk gaan. Die melk gaat die smaak opnemen van die knolselder. Klein beetje rozemarijn en thyme ga ik er nog bij doen. Altijd lekker, niet te veel. En dit gaan we gelijk op het vuur zetten. Waarom doe ik er een klein beetje kippenbouillon aan de onderkant bij en dan die melk erbij?
omdat je vaak melk zit suiker in en melk kan heel snel gaan aanbranden. En een soep die aangebrand is, gebruik die nooit. Heel veel mensen zeggen soms van, oh, ik heb mijn soep vergeten. En dan hangt er zo'n klein laagje van dat zwart in. En dan denken ze van, ja, mijn soep smaakt er niet naar. Geloof me, de dag daarna proef je echt die volledige rooksmaak, die verbrande smaak in je soep. Dus je soep is echt om weg te gooien. Dus daarom, laag vuurtje op een rustige manier. Knolselder op zich kun je zo laten staan. Dan heb je een knolseldersoep. Maar ik vind het leuk om altijd een beetje te pairen met elkaar. Een food pairing te maken. Nou, dat gaan we hier doen met die peterseliewortel. De schil eraf halen. Maar niet te veel peterseliewortel erbij doen. Hè? Peterseliewortel is redelijk heftig van smaak. Ook bijvoorbeeld bij pastinaak kun je een peterselieworteltje doen. En dit bijvoorbeeld kun je ook bijhouden. Kun je ook frituren. Kun je als decoratie op je bord erbij doen. Of je bakt ze snel eventjes in de pan mee aan. En voordat je iets eraan toevoegt, eerst even proeven. Je proeft zoet, zout, nagelang de knolselder. Denk ik persoonlijk, twee van die mooie peterseliewortels erbij. Moet niet overheersen, gewoon een klein beetje. Dit gaan we nu laten opstaan, zodat het mooi kan gaar worden. En je zult zien, dat gaat best wel redelijk snel. Na een half uurtje is dat perfect gaar. Af en toe wel inroeren, dus niet vergeten. En waarom? Voor die suiker die in die melk zit, dat het gaat aanbranden. Ondertussen heb ik wat mini-pastinaakjes. En die mini-pastinaakjes die heb ik gegaard in boter. En die ga ik nu nog een klein beetje aanbakken. Want die gaan we gebruiken als decoratie in onze soep. Neem wat olijfolie. Olijfolie kun je net ietsje warmer maken dan boter. En natuurlijk kun je ook een grote pastinaak nemen en die in stukjes snijden. Maar naar decoratie toe is dit net leuk. Ik wil ook nog wat van die peterseliewortel bij doen. Die gaan we wel fijn maken, want die is niet van tevoren gegaard. Maar is wel leuk. Het ene een klein beetje krokant en het andere wat zachter. Zout erbij. En een beetje look zo. Even laten meegaan aan de kanten. Een beetje die aardse groenten, hè, die gebruiken we nu. Ook altijd leuk om mee te spelen. Tompinambour, Jeruzalem artisjokken bijvoorbeeld. Ook altijd leuk. Kun je frituren. Kun je ook lekkere soep van maken. Ieder seizoen heeft eigenlijk wel een mooie periode en een mooie groente. En eigenlijk ook, ieder seizoen heeft ook zijn eigen soep. Onze pastinaakjes zijn klaar. En we gaan ze op een stukje keukenrol leggen, zodat het vet er mooi af kan druipen. Peterselie hebben we hier ook staan, die gaan we ook gebruiken. Het is altijd leuk om met de decoratie te spelen van de producten waar je mee werkt. Onze knolselder en de peterseliewortel is volledig gaar nu. Ik ga er lekker wat boter nog bij doen. Maakt het mooi romig. Voilà. Neem gezouten boter. Altijd gezouten boter doen, hè. Die gezouten boter heeft toen net dat tikkeltje meer. Ik ook een schutje room er nog bij doen. Een mespuntje curry. Voordat we gaan mixen, onze rozemarijn en onze tuin eruit halen, want anders gaat hij er volledig in gaan. En onze soep is klaar om gemixt te worden. Soepen kun je natuurlijk op alle verschillende manieren mixen. Hè? In een blender, met een thermomixer, met een staafmixer. Wat je zelf in huis hebt, kun je gebruiken. Een belangrijk moment is natuurlijk het proeven van de soep. Een beetje stevig gebonden soep. Lekker. Die toets van die curry, in combinatie met de peterseliewortel en de knolselder, is zeer lekker. Een laatste toets. Is een klein beetje zure rom er nog bij doen. Zo, dan krijgen we dat zuurtje er nog in. Laten we hem mooi erin smelten. En wil je hem nu wat dunner hebben, dan ga je hem zeven. Maar ik persoonlijk vind, zo'n knolselder mag best wel een beetje pit hebben. Mag stevig zijn. We nemen er ons bord bij. Een mooi ouderwets bord. En dan gaan we. Dus pastinaakjes. Als laatste, onze lekkere soep.
mooie, stevig gebonden soep. Ja, ik zeg nu zelf, als je dit bord ziet, dan heb je toch gelijk zin om dit ook te maken. Willen jullie dit doen? Ga dan naar onze site www.njam.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.